Kom, we gaan gauw eens even. Mijn accent verandert nog. Nee, dat is ook goed dan. Ga jij vast klaarstaan? Ja. Dan gaan we weer mooi. Ik ga hem groot aankondigen. Wat heb je nou toch met die Spaanse man dan? De Mexicaan. De Mexicaanse man dan? De Mexicaanse Gordon is het. Ja, ja. Hij heeft de prachtigste liedjes. En wat zo geestig is, is dat dit nummer, dat weet jij waarschijnlijk niet eens, ook geschreven is door dezelfde man die schreef Jij bent zo. Is dat zo? Ja, dat wist jij weer echt niet. Ja, dat is Kiki Santer. En die schrijft voor Spaanse mensen zoals Luis Miguel. Dat is een prachtig nummer. Ook voor David Bisbal, die wij in de studio hebben gehad. Ik denk dat jij radio... Hallo? Wat klink ik daar? Hey. Wat hoor ik nou? Dat is vast het geluid voor Jim. Ik denk dat jij een radioprogramma moet doen. Waarom? Nou, je klinkt als Willem Duis, doet gevoist en alles. Ja, mooi. Je klinkt als Willem Duis. Ja, muziekmuziek. Ik kom terug met Carlo Bossart, ik hoor het. Dankjewel, Judith Bos. Dan gaan we nu luisteren naar die prachtige versie van Jim. En hij heet Doyo! Was mezelf even helemaal kwijt. Op zo'n dreun had nooit iemand me voorbereid. Na die dag leek de liefde voorbij. Voorlopig geen vrouw voor mij. Maar jij gaf mij een richting en gaf me de tijd. Maar jij gaf mij de zon en je gaf me mijn zekerheid. Keek jij aan en begreep het meteen. Waar jij gaat, daar wil ik ook heen. Door jou. Elke hemel weer blauwer dan blauw. Bij jou voel ik eindelijk weer dat ik iemand vertrouw. In jou vind ik mezelf, vind ik weer een kracht. En lijkt het of de wereld opnieuw naar me lacht. Elke hemel is blauwer dan blauw. Door jou alsof voor ons de wereld veranderen zou. In jou vond ik mijn droom en wat ik ooit wou. Ik droomde van een leven. Door wie me ooit heeft geraakt. Een beeld van liefde is zo vaak kapot gemaakt. Keer op keer zei ik nooit meer een vrouw. Maar reken ik toen niet op jou. Gaf mij de maan en de nacht en de hand. Gaf mij de maan, wat me mee uit op niemands land. Deelde mijn angsten en streelde me uit. De droom die ik gaf kwam uit. Steeds in de band. Nou, daar staat hij hoor. Ah, oh, je broer in de band. Ja, dat is heerlijk nummer is het. Mag ik echt even één ding vragen? Ja. Ja, want hier, nu staat je andere microfoon weer aan. Dat sjaaltje. Kon je de kapstok niet vinden? Wat is dit? Ik ga weer hierin praten. Ja, nee, hoef ik had even een Bono-moment. Wie? Een Bono, YouTube. Oh, sorry, ik verstond iets heel anders. Wat verstond je dan, schat? Iets anders. Wat, een boon? Een boon-moment? Ja, maar wat is een Bono-moment?
Nee, ik, als ik optreed heb ik altijd een sjaaltje met Sander. Vind ik net een leuk staan. Oh ja, nou, het staat je hartstikke leuk. Dank inderdaad. Je wel. Ja. Ik vind dat boonmoment heel erg leuk. Ik vind jullie ook heel leuk. Het was live gebracht hier bij Live in Cooking. Ik vond het leuk, vond het goed gelukt. Jim, we hebben nog 1 minuut en 30 seconden. Kom even tussen tante Carlo en oma Irene of andersom instaan. En bedenk dat het het laatste moment is dat je ooit in Live in Cooking... Ja, dat besef ik me net al. Weet je hoe vaak je geweest bent? Nou, ik denk... Als het 12 keer is, ja, of zo, 13 keer. Ja. Ja. Maar van alles komt een afscheid. Niet huilen. Ja, ja. Ja. Nee, maar echt, ik even serieus. Ik wil jullie echt bedanken voor de afgelopen 6 jaar. Want ik heb, daarom ben je er nog, dat je toch hier elke keer daarom. Moet zijn. Dan heb ik je één vraag. Stop. Stop alles. Stop de muziek. Hoe heet... Het nieuwe programma van Carlo en Irene. De TV-kantine. Yeah! De TV-kantine. Dankjewel, Irene. Tot volgende week. Dan zijn we er weer. Bye-bye.